Deze week doen we dat in Tervuren. Voorlopig enkel bekend van het Afrika Museum en Prins Laurent, maar binnenkort, wie weet, ook voor zijn gastvrijheid. Goedendag. We zijn van televisie. We zijn van televisie. Ja? Ik en niet. Goedendag. We zijn Joris. Ik heb jou al meer dan eens ontmoet, geloof ik, op televisie. Is het waar? Nou ja. Dat is een trouwe kijker. Ja, meneer, ik ben de vader van Wim de Vilder. Is het echt? Ja. Allee, jong. Kom maar binnen. Dat is goed. Kan je je voorstellen van mijn vrouw? Dag, mevrouw. Moet in de vader van Wim de Vilder. Allee, jong. Hebben jullie dorst? Het is heel dorstig weer, hè. Amai. Allee, Herman. Op Tervuren en op Wim de Vilder, hè. Schoon, mannen. En is dat hier echt een ouderlijke thuis ook van Wim? Dat is het ouderlijke huis van Wim. Dat was de Wim zijn kamer, zeg. Heilige grond. Hoe zeg je? Heilige grond. Van de grote Wim de Vilder. Ja, zeg, als ik niet dat moet je niet overdrijven, hè. En hier keek hem dan naar buiten vroeger. Ja, ja, hier stond zijn bureau, hè. Kon hier naar buiten kijken, hè. Dat waren kasten allemaal, hè. En zijn bed stond zo. Hier is hij. Tof, hè? Ja. Heb je ook jeugdfoto's en zo liggen van de Wim? Ja. Ik heb hem hier al direct. Dat is de Wim. Dat is een eerste combi. Direct er nog op? Ja, ja, dezelfde serieuze blik. Kijk, in de neusje hola. Ja, dat Wim, ja. Zonder commentaar staat erbij, dat snap ik. Het straalt direct veel vertrouwen uit, je ziet dat, hè. Het was hier in Dozen. Dat is het Sonjewoud, wat je ziet daarachter. Is dat niet Sonjewoud? Ja, dat is het. Allee, dan zijn we nu eigenlijk een klein beetje in de achtertuin van Wim de Vilder. Dat is een achtertuin. Dus het kan eigenlijk heel goed zijn dat de Wim de Vilder zelf zich nog achter die boom verstopt heeft. Dus achter deze boom heeft de Wim de Vilder hem misschien nog verstopt. Ja, ja, dat zou goed kunnen. Zou ik ook een nieuwslezer kunnen zijn, denk je? De hoofdpunten. De gastvrijheidstest bezoekt Tervuren en belandt bij Herman de Vilder. Dat is niet goed, vind ik. Dat is niet interessant genoeg. Zie ik je, hola. Ah. Is dit de Wim zijn plaats? Goed. Nee, eigenlijk is de zondagmiddag zit hem daar. Ah, zondagmiddag zit hem daar. Goed, zal ik hem hier zetten, ze? Doet de Wim nooit zo'n woordje in het begin? Leg dat hem het nieuws opent? Nee. Het avondmaal. Nee. Met kaas, hesp, boter en koffie. Nee. En weten Wim zo op zijn boterham? Als hij binnenkomt, een van de eerste dingen, dat is de koekenkast. Allee, jong, de Wim. Wat een snoeper. Dag Wim. Oké, bedankt voor de schitterende dag. We hebben een kleine blik kunnen werpen in het leven van Wim de Vilder. En om jullie te bedanken heb ik nog iets meegebracht. Aha, een goed aandenken, hè? Ja. Het was echt gezellig om jullie te ontvangen. Is het echt? En die man gaat Wim zijn voeten nog vegen, hè? Tot ziens. Ilian? Ja. Joris? Dat is een stevige smakker. Salukjes, hè? Dag. Ook proficiat aan alle andere Tervurenaars, want dankzij de ouders van Wim de Vilder staat Tervuren nu ook bekend als een gastvrije gemeente.